Een uniek park moet het worden in de zuidelijke uiterwaarden van Arnhem. Het park wordt in eerste instantie aangelegd voor de veiligheid van de bewoners van de Gelderse hoofdstad. Bij hoogwater stroomt het park vol met water uit de Rijn, zodat de hoofdstedelingen droge voeten houden. Het maximum hoeveelheid die afgevoerd kan gaan worden straks, als alles klaar is, is 16.000 kubieke meter per seconde. Dat zijn 16 miljoen melkflessen per seconde. Dus dat is bijna 50% meer. Maar het park is zoveel meer dan een bergplaats voor water. Er worden fietspaden door het gebied aangelegd en eeuwenoude bouwwerken die Romeinen en Franken hier in het verre verleden hebben aangelegd, worden weer zichtbaar gemaakt. Ja, het is hier één grote brok geschiedenis. En dus wandelend, genietend van de natuur. In een van de plassen hebben we de bever tegenwoordig alweer terug. Kunnen mensen genieten van alles waar ze in dit gebied wat ze tegenkomen. De aanleg van het park was op zijn zachtst gezegd omstreden. De gemeente en projectontwikkelaar Fanos, die 50% van de grond hier in handen heeft, kregen slaande ruzie, omdat de gemeente er alleen groen wilde in plaats van beton. Nu Fanos failliet is gegaan, ziet de gemeente zelfs nog een kansje dat het hele gebied in een park verandert. De helft is grond van Fanos. Dat zit nu in het faillissement. Een saillant detail. De hypotheekgever is SNS Reaal. Volgens mij heeft de staat daar ook nog iets mee, dus wie weet ontstaan er allerlei mooie mogelijkheden. In 2015 moet het park klaar zijn. De kosten bedragen in totaal 15 miljoen euro.